Hallo kijkers en welkom hier op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Ja, je ziet, ik ben even de afwas bezig. Nee hoor, ik zet even alles in de week en morgen vroeg, als alles goed is losgeweken, dan kan ik perfect de afwas doen. Nu moet ik ook nog deze hier nog in de week zetten. Dan doe ik lekker met dit. Voilà. En dat vul ik dan ook weer al met lekker heet water. Oké, en dan nu nog iets. Pimpelpet tijd. Jawel. Dit is de letter F. En ik ga nu een kaartje nemen. Iets dat warm is. F. Iets dat warm is. Mag niet in het Engels, hè. Mag niet in het Engels. Terwijl ga ik eens even naar mijn dingen toe. Ja, die is ook weer al helemaal bijna vol. Voilà. Laat dat nu maar weken. En dan gaan we nog weer al verder met pimpompet. Iets dat zacht is. F. Iets dat zacht is. Iets dat zacht is. Iets dat zacht is. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Help mij uit de nood. Want de jager schiet mij dood. Dus ik weet het niet. Maar omhoog van... Ik heb niet zoveel gedaan vandaag. Omhoog van mijn wagen is nog altijd niet gerepareerd. Oh, het blijft maar duren. Het blijft maar duren. Oh ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. Geen nood. Wat ik dan nog ga doen, dat is nog één keer een vraagje doen. Wat ik dan vandaag wel heb gedaan, dat is naar familie gekeken. YouTube gekeken naar Enzo Knol, die in Japan zit. Dus ik heb daar nog wat Japanse vlogs van hem bekeken. Die zijn meestal meer dan een uur. En dan zeggen jullie wel eens soms eens van... Oh, Dimitri, uw vlog is wel redelijk lang, hè. Die duurt wel meer dan een uur. Oké. We hebben nog een keer gedraaid. We zijn op een letter P van papa aan beland. Oh, daar gaan weer al foute antwoorden op komen. Ik voel het nu al. Iets dat je 's avonds doet. Geen doordenkertjes, dank u. Iets dat je 's avonds doet met de letter P. Ik weet iets. Plassen. Voilà. Iets dat je thuis hebt met de letter P. P, 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 pa, pa, pa. Telt dat als juist? Wacht, ik ga jullie meenemen. Ik ga jullie meenemen. Ik weet niet waar die juist ligt. Hier, dat een plank. Telt dat mee of niet? Of is het echt specifiek snijplank? Laat het in de reacties weten. Dan nog iets met de letter P. Ah ja, bij de meeste mensen thuis hebben ze ook planten. Dus planten. Daar denk ik ook aan. Wat denk ik nog aan? Parfum. Voilà, parfum. Voilà, dat is het. Dat is het, dat is het, dat is het. En weet je wat?
We zijn toch nog maar 5 minuutjes bezig met de vlog. We gaan nog eens één lettertje doen. En sorry als het een saaie vlog is. Omwille van, ik maak het maar ook maar kort. En die zat op 2 letters. Dus ik kan een keer draaien. Nu staat het op de letter N. De N van Nico. Oh, een kledingstuk. Een kledingstuk met de letter N. Nike. Voilà. Ja, ik zeg het nu weer al veel te rap, hè. Een kleur. Ho, jong. Een kleur met de letter N. Dat moet ik zelf gaan opzoeken. Nee, ik weet geen. Ik kon er niet direct op eentje. En ik kan het niet afleren, hè. Ja, die hebben we al gehad, de letter N. De letter S van slang. En dan gaan we de allerlaatste doen voor vandaag. Een plant of een bloem met de letter S. En dan een, oh fuck it, rotklusje. Hoop me, ja, dan onderdu. Een rotklusje dat je niet graag doet. Een rotklusje met de letter S. Ik weet er geen. Nee, ik weet er echt deze keer echt geen. Ik ga ook proberen zo snel mogelijk ook. Ik zie nog iets juist liggen. Mijn joystick van mijn Mavic Air. Ik kan hem tot heden nog niet opladen. Ja, opladen wel. Maar ik bedoel, in de lucht laten vliegen. Omwille van er zijn te veel stormen bezig. Jammer genoeg. Dus ik ben nu aan het wachten tot die stormen over zijn. En dan kan ik nog eens een keer gaan testen als het lukt om beelden te maken. Ik ga ook mijn GoPro meenemen om ook alles te filmen dat ik het ook ga proberen en al dat ik daar ook geen fabeltjes rond maak. Ik ga het echt proberen. Dus als de stormen gaan liggen, hopelijk deze weekend, dan laat ik mijn. Allee. Drone nog een keer eens de lucht in. Excuseer. Ja, oké. Dames en heren, vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. En jawel, ik heb de Rollercoaster Friends t-shirt aan. Ik vind die eigenlijk wel mooi en goed zitten. Dus waarom niet? Vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Sorry dat het zo'n korte vlog is. Als mijn wagen ook gemaakt is, ik pak jullie mee. Natuurlijk. Ik pak jullie overal dan mee. Alsjeblieft. Tot later allemaal. Yo, yo, yo.